dit zijn eigenlijk dit is werk van 20 jaar geleden, van mijn afstuderen op de academie in Hasselt. En dat zijn foto's die heb ik gemaakt met een pinhole camera. Dus dat is een camera zonder lens, zelf gemaakt. Dus je werkt gewoon met rolfilm. Die span je hierin. Dit is het filmvlak en je kunt dus hier transporteren. En die doe je hierin. Ja, je kunt er zelfs mee uit de hand. Het gaat er ook niet om waarmee je fotografeert. Het gaat er om wat je ermee doet. Ik probeer toch altijd dingen te fotograferen zoals ze zijn. Zonder opschmoek, zonder urenlang photoshoppen aan een foto. En dat heb ik ook wel. Ik probeer echt dingen zo puur mogelijk vast te leggen. Natuurlijk is het altijd, een foto is een mening. Op het moment dat je camera voor je oog neemt, ga je kadreren en laat je dingen weg of benadruk je zelfs dingen. Dus ik pretendeer niet dat ik volledig objectief fotografeer, dat kan niet. Maar ik probeer wel, ja, door ergens echt te zijn, de vibraties van mensen of van een sfeer of van een bos, op me te laten inwerken, om dat dan op die manier de echtheid, de puurheid van dingen vast te leggen. Redactioneel werk, wat ik voor WML heb gedaan. Bill Brandt is een van mijn idolen, zeg maar. Ik heb vorig jaar eindelijk zijn print in het echt gezien, in het MoMA in New York. Ik was ontroerd dat ik eindelijk zijn afdrukken in het echt zag. Want als klein jongetje nam ik altijd uit de bibliotheek fotoboeken mee. Meer nog dan leesboeken. Ik hou ervan om echt soms zelfs langdurig in projecten te storten. En daar dan echt diep op in te gaan. Dat heb ik de laatste paar jaar echt projectmatig gedaan. Onder andere in de wijk Nazareth in Maastricht. Daar heb ik een project gedaan, een boek uitgegeven. Kort daarna kwam een schrijver naar mij toe die wilde een project doen over een hospice. Daar heb ik een maand in het hospice meegedaan met Paul Pijnenburg. Daarna heb ik op eigen initiatief bij het Landbouwbelang een reportage gemaakt, ook een boek uitgegeven en mee geëxposeerd met die foto's. Vorig jaar ben ik met George Vogelaar heb ik het project Rondom Maastricht gedaan. En daar is een website van en dat is nog in wording, zeg maar. Dus daar komt nog een boek uit en we willen daar nog mee exposeren. Ik denk dat het voor iedere fotograaf geldt om te doen wat hij leuk vindt. Dat klinkt als luxe, maar als je iets leuk vindt, dan ligt daar je passie en dan zie je dat, letterlijk. Als ik een situatie of een persoon of een gebeurtenis niet leuk vind of juist wel leuk vind, dan zul je dat zien.